Wij zijn heel blij dat de parlementsleden, inclusief Michel van den Bos van Gaia, zijn ingegaan op onze uitnodiging vorig jaar tijdens de hoorzitting om het verhaal dat we toen gebracht hebben rond het inzetten van proefdieren en alternatieven, om hen ook in de praktijk te laten zien hoe dat hier allemaal geregeld is. We kwamen kijken bij Janssen Pharmaceutica hoe het gesteld is met de dierproeven. En die zijn hoe dieren behandeld worden, of het welzijn van de dieren, want daar gaat het om, gerespecteerd wordt. Of er minder of meer dieren gebruikt worden om geneesmiddelen uit te testen en voor te bereiden. Het overgrote deel van de dieren die we hier bij Janssen inzetten zijn knaagdieren. Een heel klein percentage, een tweetal procent, zijn honden, varkens, konijnen. We zien heel duidelijk een afname jaar na jaar van het aantal proefdieren. Als ik hier zelf startte, inmiddels meer dan 15 jaar geleden, dan zaten wij denk ik boven de 100.000 proefdieren per jaar. Vandaag is dat echt onder de 30.000 gekomen. Er zijn er veel minder dan vroeger en ik heb een goede indruk, maar er is veel veranderd. Laat ons positief zijn, er is veel veranderd in de loop van de voorbije decennia. En dat is alvast een hele goede stap vooruit. En de volgende stappen zal zijn om met steeds minder en als het kan op termijn ook zonder dieren, maar met dezelfde resultaten uit te komen. Het inzetten van proefdieren op zichzelf is eigenlijk enorm duur. Qua aankoop, huisvesting, alles wat er rondhangt, opleiding van mensen. Dus voor een bedrijf zou het ook alleen maar interessant zijn van veel alternatieven te kunnen gebruiken. Want dat leent zich ook veel beter tot automatisatie. We willen eigenlijk dat je niet per se levende dieren moet gebruiken om effecten van producten, van stoffen op je bloed, op je gezondheid, de koeren te testen. Als we die alternatieven kunnen ontwikkelen, dan gaan we steeds minder levende dieren nodig hebben om toch het effect van toekomstige geneesmiddelen uit te testen.